Wat kan je helpen? Als je seksueel misbruikt bent, dan kunnen verschillende dingen je helpen. Het allerbelangrijkste is dat je steun zoekt bij je familie en vrienden. Dat je er met hen over kan praten wat er gebeurd is, hoe moeilijk je dat in het begin misschien ook vindt. En dat je gewoon samen met ze kunt zijn. Je hoeft er natuurlijk niet de hele dag over te praten. Maar als je samen bent met je familie en je vrienden en mensen die van je houden, dan zal je merken dat je je rustiger en beter gaat voelen. Daarnaast is het in ieder geval belangrijk om niet te gaan piekeren. En om te zorgen dat je niet gaat piekeren, is het belangrijk om afleiding te zoeken. En afleiding zoeken, dat kan je doen door, als het maar even kan, toch weer naar je werk te gaan of naar school te gaan en de dingen te doen die je fijn vindt om te doen in je leven. En het kan zo zijn dat er natuurlijk dingen zijn die je niet zo graag meer doet vanwege dat seksueel misbruik. Dat je er een beetje bang van geworden bent, omdat je steeds moet denken aan dat misbruik als je daar bent. Bijvoorbeeld in het zwembad of bijvoorbeeld op school. Nou, als dat zo is, dan is het slim om samen met iemand een trucje te bedenken. Door bijvoorbeeld de eerste tijd samen te gaan met z'n tweeën, zodat je het net wel durft. Of door iets mee te nemen waar je rustig van wordt. Er zijn allerlei manieren die je misschien zelf kan bedenken. Misschien heb je zelf nog een veel beter idee. Die kunnen helpen om te zorgen dat je toch weer doet waar je van houdt om te doen. En dan zal je zien dat het in het begin heel eng is om die dingen te doen, maar dat het ook went. Oefenen helpt echt. Nou, en als dat zo is, dan kan je tenminste weer de dingen doen waar je van houdt en heb je genoeg afleiding. Nou kan het zo zijn dat je je niet beter gaat voelen en dat je na een tijdje nog steeds last hebt van een gek gevoel in je lijf en in je hoofd en nare dromen en je voelt je bang en al dat soort dingen. Nou, als dat zo is, dan is het slim om hulp te zoeken. Want er zijn mensen die hebben geleerd om mensen te helpen, die heel veel manieren weten waarop mensen geholpen kunnen worden bij die dingen die je overhoudt aan seksueel misbruik, aan die klachten, aan dat rottige gevoel. Daar hebben zij voor geleerd en daar kunnen ze je bij helpen. Want je verdient hulp na zoiets als seksueel misbruik.